Jij mag die wenkbrauwen even, ja. Toch? Wegscheren alles, hè? Kom maar. Ja, Jessica. Ja, kom maar. Lopen wij vast even naar Jessica. Wil jij haar dat vast even highlighten? Yes. Kijk maar. Jessica, kan jij haar nog even de wenkbrauwen doen? Ja. Je wou ook figuurtjes in de wenkbrauwen zo, hè? Twee bliksemflitsen, hè? Doe maar. Waar hier heb je wenkbrauwen? Ze moeten ongeveer over een kwartiertje uitgepoet worden, red je wel, hè? Ja. Schrijf voor die highlights. Kan je nog even gauw één nagel bij jou doen? Ja. Ik heb één klein... Nou, die heb ik bijna klaar. Even kijken, redden ze het? Ze kan het heel even snel doen. Ben je bijna klaar? Ja. Oh, dat is wel makkelijk, die zwarte nagels. Ja, zwart natuurlijk. Nou, geen gouden randjes. Ja. Ja. Zo zwart als de haard. En je klauw? Ja. Nou, even dit. En die heeft het wel gebeten. Ja, serieus, je doet zo'n duimzuig op deze duim. Nee, echt, dan bijt hij soms. Even maar een klein hokje. Vindt hij lekker. Ja. En die is thuis aan het filmen, vind ik dat zo irritant. Dat is het hele huis op stelte. Moet hij gewoon ergens anders doen. Ik moet wel een beetje wennen aan die pruik op mijn kop. Die is juist natuurlijk. Die zit hoog, hè? Ja. Met wel mooie bolling. Ja, toch wel? Ja. Hi. Hey. Hey, ze zijn nog klaar, zeg. Oh, meen je niet? Ja. Dat is fijn. Haal jij dan even de kinderen op? Hè? Haal jij dan even de kinderen op? Ik heb geen auto. Waar zijn de paarden? Hè? Waar zijn de paarden? Die stad hier in de wijk. Oké, niet in de tuin, hè? Hoe lang ben je thuis? Ik zo meteen, ik maak een paar klanten af en dan kom ik naar jou. Ja. Ja, want dan, ik moet naar Enschede zo, hè? Wat doen? Iedereen. De auto toch? Oh, hoe laat? Ja, ik moet om 3 uur daar zijn. Oh, dan kom ik nu nog even naar huis. Dan kunnen we nog eventjes wat dingen doen. Doe je dat oranje stringetje aan? Met die bruine vlek? Twee vlekken bedoel je? Wie zijn daar allemaal? Al die rijke stinkers van de OSM. Draai ze om. Nee, ik zie je zo, ja? Vandaag was ik op de kapsalon. Toen hebben we nog wat mensen gekleurd, wat extensions gezet. Nou, het is altijd super gezellig in de kapsalon. Vooral als Andy komt. Dat breekt altijd een beetje de sfeer. En voor de rest zijn we de hele dag druk. En, ja, we hebben natuurlijk een nagelsalon, we hebben wimpers, we hebben botox, we hebben, wat hebben we nog meer? Sporten kan je bij ons en je kan natuurlijk je haren verlengen, dat is wat ik de hele dag doe, haarverlengingen. Voor mij laatst in de tuin was zo leuk. Ja, we hebben allemaal in de behagen gedanst, we waren alleen vrouwen. Ik kon het gewoon lekker uitkleden. Leer je zeggen op een gegeven moment, papa, we stonden allemaal naakt terug in de blote tieten. Nou, dat was helemaal niet waar, maar we hadden wel... Als je een hele vrouw bent, dan kan je gewoon lekker gaan dansen als je het wou. Met je BH, gewoon lekker om de paal heen dansen. Lekker wat je niet durft als je ergens bent, dat is zo leuk. Ja. Dat is echt zo'n feest. Sorry, ik kan me even geen voorstelling nu zo... Nee, nou, allemaal aan de blote tieten, dikke penzen, grote hangtitten. En dan allemaal door om de ding heen dansen, je kent het wel. Lekkere oude muziek, dat hebben we gedaan, de vrouwen. Dat is echt top. Auw! Sorry. Zachtjes krem. Zo. Ik wil je koud bent zo. Ah, hou op man. Oeh, het haaruitval. Ja, nu wel, ja. Door het spul. Die luizen. Hou dan zo. Zo, nou zie ik je maandag weer om erin te zetten. Ja. Ik ga zo ook naar huis. Kijk of thuis nog een beetje netjes is. Ben je klaar? Nou, oom, je moet ook zo mee. Ja. Waar zijn de meiden eigenlijk naartoe? Moekietown. Heel lekker rustig. En tegenwoordig omdat ik zo moe ben van het weer dat ik gewoon middagdutjes doe. Hè? Dat ik gewoon ga liggen smiddag met Andy. Dat ik een uur ga slapen. Dat ik dan s'avonds weer fit ben om eten te koken. Dat is echt verschrikkelijk. En je mag ook slapen? Ja, mag. We zijn nu verhuisd. Nu op een boerderij. Het is de laatste keer dat we verhuisd zijn. Tenminste, hierna doe ik het nooit meer. Andy, er werkt iets niet goed, hè? En... Oh, lekker. Het werkt dus niet. Lekker? Het werkt dat schipdraad toch niet? Wel, joh. Nou, wat is het dan? Ja, mooi, hè? Wat is het dan? Ja, zo'n spelerskaart. Ik weet mijn kop in het spel. 63 miljoen was het. Oh shit, ben aan het met mijn auto. Haal ze even eruit. Haal ze maar eruit, schat. Mama vergeet nog wat. Kijk, maar die paar zijn de kont te krabben. Aan het schipdraad, dat werkt toch niet?
Wauw. Komt de kou. Hoe je voelen? Ga even voelen aan het schieten. Ja. Even kijken of ik nog wel uit. Oh, ze niet meer blijven, de tokkies. Nee. We gaan vieren naar de zon. Lily, ga normaal zitten. We gaan vieren naar de zon. Nee. Wel. Andere keer. Nee. Dat betekent, Emma moet heeft ook een leven, hè? Haal ze even de auto. Is die auto helemaal vies? Ik heb opnames zo, hè? Alleen de hoedenplank is uitgeklapt. Hey, wel trots op jou. Waarom? Ik heb jullie al een meteen gezet. Ja, maar jij vergeet alles wat ik doe. Ze ziet niks wat ik doe. Ja, we zijn verhuisd. Nu alweer een paar keer. 3 keer in een 4 jaar tijd of zo. Huis laten bouwen. Die was binnen 5 maanden verkocht. Die hadden we weer verkocht. En we zeiden van, ja, we gaan nooit weg hier. Nu zit alweer op de boerderij. Dus weer iets anders. Dus het is altijd wel stress bij ons. Dus altijd wel wat. Melissa die kan niet stilzitten en die heeft echt een probleem. Alleen s'avonds als ze in bed liggen ze doodstil. Maar ja, voor de rest de hele dag is ze druk. Dus ja, daar word ik wel een beetje beroerd van eigenlijk. Ja, top man. Ik heb ook nu die nummers van Adidas en Nike. Hebben gekregen van die voetballers allemaal. Dus misschien kunnen we daar ook nog mee dingen mee doen. Dat ze kleren geven en zo, trainers pakken, wat dan ook. En ik heb die kaartjes, weet je wat ook wel mooi is? Ik krijg altijd die vrijkaartjes van Nederlands Elftal, hè. Dus... Wat is er nou, man? Ik doe de koelkast niet. Omdat hij het niet doet, daarom. Ik doe het wel. Godsamme. Ik koop niet voor niks een koelkastje. Nee, ik wou gewoon wat meer vrijheid. Dat er gewoon veel dieren. En dat niemand ons hoort schreeuwen. Dat niemand mijn opvoedkundige taal hoort in de zomer. Ik wou gewoon lekker vrij wonen. En nou, dat is gelukt. We wonen super vrij. We hebben dieren. En ja, dit is echt mijn favoriete plekje. Ik ga hier nooit meer weg. Ik blijf hier altijd. Zo gaan? Moet je nog aan denken? Ja. Zoeken, eten, haven jullie bioscoop, kaartjes, haven tot een hele rij. Lisa, even rustig. Niet zo schreeuwen. Sorry, rustig. Alleen een bank zit er aan. Dat is nieuw. Wat? Hier. Hoe? Wat is dat? Ja, weet ik veel. Ik heb een koortslip. Nee? Hoe je dat? Hier. Ik heb betaald, hè? Ik heb betaald. Oh, top. Maar waar liggen mijn ding binnen? Ik ga. Moet ik echt niet zoveel bij Biscoop, want ik moet namelijk niet zijn. Mijn telefoon moet aan de opladen. Lies. Doe je de auto wel? Ik ga weg. Ga niet de hele tijd op de bank liggen. Doei, schat. Ga je mee, Marie, of blijf jij hier zitten? Ja, ah, kolo. Waar ben jij? Ja. Doe jas aan. Nee, Waarom niet? Die niet. Die lange meenemen, deze niet. Waar ligt de tas in de klas? Ja, maar... Die neemt al die opladers mee, die gek. Oh. Wie heeft er op de wc gezeten, hè? Jij, Emma? Oeps, nee. Oh. Rocky. Nee, hij zei, ja, het duurt echt lang. Ik weet van mezelf dat ik een bepaalde uitstraling heb. Yeah. Ja, dat, je mag het of je mag het niet. Dat is niet mijn probleem. Ja, dat zal het wel zijn, ja. Ja, dat is niet zo'n arrogant kopie af en toe. Ja, als jij dat zo wil noemen. Ja. Kijk, het leuke wat ik bij in de auto vind, is dat ik hou van autorijden. Ik heb een mooie auto en ik hou ook van dolletjes maken en zo, weet je wel, met die spelers. En ik wil gewoon dat die spelers dat mensen een ander blik krijgen van een speler. Kijk, voor de camera, na een wedstrijd staat, ja, stond bij het spel of ik had moeten scoren. Maar nu krijg je echt een beeld van een persoon en dat vind ik wel heel mooi om te laten zien. Ja. Ja, Hengelo is, dat is echt, Er is niks te doen. Ja, het is rustig. Het is niet echt iets voor mij. Ze hebben wel een gele boerin daar. Ja, maar ik heb een vrouw, dus ik kijk daar naar. Ja, nee, doe je niet. Maar... je kan slecht liegen, hè? Nee. Ik kijk daar niet naar. Nee, kijk, dat mag niet. Aanraken alleen wel. Bij jou wel, hè? Ja, bij mij wel. Bij jou. Ja, waarom zou ik mijn vrouw lastig vallen? Daarom, ik heb je boek wel gelezen. Ja? Wil je geen voorbeeld aan nemen, hè? Nee, doe ik zeker niet. Nee, moet je niet doen. Dit is juist een boek denken hoe je het niet moet doen. Ja. Dus je moet gewoon je eigen ding doen. Ja, ik denk dat ze bij mij in de auto willen stappen omdat ik ook oud voetballer ben geweest. En ze weten van mij dat ik een beetje gek doe af en toe. Dat ik niet te serieus ben en dat ik daar niet
ze komen om hun te naaien, zeg maar. En, alleen als de vrouw is. Maar ja, gewoon het ouwe hoeren met hun. Ja. En dat vinden ze leuk. Dat ze, hun kunnen gewoon zichzelf zijn bij mij in de auto. Dat weten ze ook. Doe rustig aan, veel plezier hier. Maak jezelf niet van kant. Ik ben gewoon tranquille. Ik ga die auto. Dat is niet wat, man. Lach. Rustig aan, jongen. Ja, jij niet. Met je Nike pak. Oude neuket. Tos, 3 keer per dag. En ze lopen ook gewoon los hier, dus ze zitten niet echt in de stal. Ze lopen gewoon om het huis en soms zie ik een kind op paard zitten langs het huis. Een soort Villa Kakenbond is het geworden. En doordat de paarden weten dat ik ze wortels geef, dan komen ze elke ochtend naar binnen. Gewoon echt, als ik de deur open doe, staat gewoon een paardenbeen binnen. Dan willen ze een wortel hebben. En ja, het zit er gewoon helemaal in. Ze komen gewoon 3 keer per dag aan de deur voor wortels. En daar zit ook iedereen altijd van te kijken die hier komt. Want dan zitten ze binnen en dan zie je een paard met de kop tegen het raam gedrukt. Die wil daar gewoon een wortel hebben. Ja, dus dat. Hi Ben! Hey! Niks voor de paardenwortel geven. Wat ga je doen? De paardenwortel geven. Ja, paarden. En we hebben 3 paarden die zijn wel eens ontsnapt. Dat is ongelooflijk. We hebben hier een heel groot hek, maar toch ontsnappen de 3 paarden uit. Dat is echt alleen, kan alleen bij Melissa gebeuren. Maar ja, Melissa was een paar weken geleden was ze een beetje drachtig. Toen zat ze met op de handen en voeten stond ze in de wei. En, toen moest ik er achter staan als hengst. Dus dat heeft ze heel af en toe, maar had ze dat maar vaak. Ik zo echt op de handen en voeten stond ze zo. Ik zeg, kom eraan. Ik wou over dat hek heen. Er zat schrikdraad op. Ik kreeg schok. Toen was hij weer slap. Toen kon ik er niet meer op. Had ze weer pech. Moest ze weer naar de buurman. Ja. Van scheiden. Ziet er mooi uit? Ja, mooi dat je op de hoek gepraat hebt. Mensen vragen ze mee met trouwen, maar wil je van bescheiden? Nee hoor, schat. Oh ja, shit. Oh, lekker man zo. Ziet er mooi uit? Ja. Ja. Daar, ik denk, ja, doe eens gek, lekker weer buiten, dus ik doe ook heel mooi uit je aan. Gewoon wildschuiven. Wat dan? Je hebt altijd. Ik heb hier geen mooi, maar we staan daar.
Waar? Dit is van een andere man. Ja. Nee. Nee, ik heb veel groter voetjes. Ja, hij heeft hele kleine voetjes. Weet je wat ze zeggen? Al begonnen met kleine voetjes. Ja, heel grote ballen. Oh, ja, ik ga altijd elke dag eventjes naar de kapsalon van Melissa. En dan mis ik haar klanten gewoon, zeg maar. En dan ga ik daar een beetje ouwehoeren met die vrouwen. Vind ik wel leuk. En die vrouwen vinden dat ook wel leuk. En dan een beetje aandacht geven en zo. Koffie geven. Ik wil even koffie. Ja. Wil je ook koffie? Iemand anders? Krijg je wel wat te drinken hier? Of niet? Nee, hè? Nee, helemaal niet. Nee, hè? Ja, nee, zij vraagt dat niet, hè? Wil je koffie? Dat doet ze normaal altijd wel. Echt waar? Echt? Nee, 100%. Dus koffie? Jij dat even lekker doet? Lekker. Wat? Cappuccino? Suiker? Nee, alleen cappuccino. Oh. Dus ja, Melissa heeft dat nog steeds niet. Dat, ja, die heeft nog steeds, zeg maar, een beetje die mensen schuw. Dus ja, die weet niet echt goed hoe ze met mensen om moet gaan. Alleen knippen kan ze heel goed, maar zeg maar, sociaal contact met andere mensen wordt wel moeilijk voor haar. Dus dan vraagt ze ook niet van, wil je een kopje koffie of zo, weet je wel. Dan moet ik dat doen. Dus dan zeg ik tegen die vrouw, wil je een kopje koffie? Vond je wat anders lekkers? Waar de twee huizen, hè? Wat zou je dan? 1000 euro. Ik heb ook 1 huis. Oh, wil jij wat lekkers? Nee. Lekker, dankjewel. Even ophouden met feunen. Dat is een grapje, gek. Je bent toch aan het werk, gek? Ze stapt ook nog. Ah, oh, schat. En wil je wat lekkers? Wil jij wat lekkers? Ja? Wat dan? Oh, gewoon een thee of koffie? Mag je het uit? Oh. Of wil je wat anders? Mag ik het voor jou proberen? Schapje. Een lekker wijkje, hè? Voorkaas, mag ik het wel proberen? Nee. Ik heb last van mijn oren, weet je, hè? Ik ga het alles aan. Ja, nee, maar ik heb echt last. Kom mee dan, kikneus. Ga eens liggen daar. Nee. Kom eens. Je kan beter ergens... Je kan beter ergens anders instoppen. Kom alle velden uit. En af en toe komt Andy even langs en dan, nou, dan wordt het even gezellig. Sommige mensen vinden het niet zo fijn als Andy komt. Sommige mensen vinden het wel gezellig. Ja, het is rustig dan. Wat dan? Goh. Kruiken. Dat is vies, man. De man is vies. Je neusje stinkt, dat is wel man. Als je het in je oor doet, serieus, je steekt het aan, dan komt de oorsmeer. Maar ik wil kijken of het werkt. Doe maar, Wim. Kom maar, hoor. Kom maar, Wim. We hebben wat voor je. We hebben wat voor je. Niet doen. Het sla je echt voor je kop zo. Het is overstaan. Wie is het? Met een vieze wat. Neus. Oh. Hey. Hey Wim, hoe is het man? Goed, hey. Ik heb een leus, ik heb voor jou gedaan. Hallo. Hi. Je zet een oor ding, hè? Zet je in je oor, dan ga je op de bed liggen, ja. En dan moet je vel inzuigen. Ja, dat helpt. Uit je oor komt alles weg. Ja. Kom, ik ga het mee. Dat is echt. Ja, jongen. Ja, dat moet je echt doen. Kom. Nou, Wim, succes. Dat is echt zo, dat helpt echt. Ik heb het ook wel eens gedaan. Maar ik kan het niet in mijn rechteroor doen, want ik heb een gaatje in mijn oor. Ja, ik heb hier een trap gehad, toch? Ja. Dus ik kan niet aan deze kant. Ik heb hier ooit wat gedaan, hè? Ga maar. Ik zal hem erop overbrengen. Zij liggen. Massaar? Ja. Nou, het is altijd super gezellig in de kapsalon. Iedereen komt ook altijd even koffie drinken. Het is eigenlijk een soort buurthuiskapsalon. En vandaag kwam mijn zwager Wim en mijn zusje Denise kwamen even langs. En mijn andere zusje was er ook, Isabel, die doet de wenkbrauwen daar, die zit daar in het hoekje. Dus zitten we er gezellig met de hele familie even in het midden koffie te drinken. Maar ik had vandaag nieuwe oorkaas had ik besteld, had ik weer in China gezien. En dat haalt het de oorsmeer uit je oor. Dus je moet hem zich wel branden en dan zuigt hij. Maar ik wil even weten of het werkte. Heb je aansteken? Ja, mijn oren branden. Nee, niet. Moet liggen? Je hebt alleen maar pas bij. Moet wel plastic dragen. Gewoon liggen. Nee, jij zit op de zaak. Ja, maar kan je niet je hoofd erop leggen? Nee, wacht, hij is gewoon spannend. Dat kan niet. Hij is gewoon. Oké, ga maar op je rug leggen. Ga maar op je rug. Nee. Ga maar op je rug. Dat kan je zo doen. Oh, ja. Ja, maar toch man. Ja, nou te zijn. En dan kop die kant op. Die kant op. Ja, dat is zo. Ja, zo ja. Zo is goed. Nee. En dit is plat, hè? Ik kom door die nek van hem.
Oh, hoor dat zo. Ja, doe me geen pijn, hè? Nee. Nee, doe geen pijn. Echt, het helpt echt. Hij is vast niet in het gat. Ja, je hebt hem goed erin. Zit hij goed? Niet te diep, hè? Niet te diep, man. Dat hoor ik wel eens vaker, maar dat moet je niet zo diep doen. Pas op, hè. Ik heb oude oor. Oeh, wat heb jij in de oor dan? Hij buisjes. Heb je nog buisjes? Nee, man. Wat dan? Ik ben een voelige jongen. Wellicht zit er lekker vast. Ja, hou je vast, want ik kan het os meer eruit. Doe jij maar, hou vast. Het is heel rustgevend dit. Ja. Ja, heel rustgevend. Oh, er komt een stront uit, jongens. Die allemaal. Ogen dicht. Ja. Ik weet niet waar ik aan het doen ben, maar. Gewoon verslagen. Ik hoor het branden alleen. Ja, dat is goed. Er komt zo die vuil omhoog. Dat is echt zo, hè? Je hebt toen ook bij mij gedaan, hè? Ja, echt, dat is niet normaal. Dit ding is het hier vol. Ja, je, kan, je ziet het pas straks als je hem openknipt, hè? Mm-hmm. Ik hou hem nog van de gek. Nee, nee, dit is echt zo. Dat is echt daarvoor. Melissa heeft het ook wel eens gedaan, een kont. Er kwam een stront uit, niet normaal. Hele emmer stond eronder. Oh. Maar dan gaat het hier. Ja, mooi, hè? Was mooi dat ik hem zei. Ja, zeg je dat? Hij kon niet. Hij had die, die torso van hem toch? Die grote torso. En die arm lag hier af en zo. Oeh, met een zeehond. Nog meer? Oeh, ja, de jongen die heeft, laat die jongen, heeft al moeilijk zat, hè? Kijk, dat blijft hij staan. Hij is net een schildpad, hij komt niet meer overeind staan. Nou, niet meer geweest, anders valt hij. Hoe lang gaat het duren? 2,5 uur. Nee, hij is zo klaar. Hoe lang? 1 minuut. 1 minuutje. Hij gaat nou echt hard, hoor. Hij gaat nou echt hard. Ik heb 4 minuten. Ik ben het al leuk. Hij brandt ook hard. Hoe bedoel je? Wordt hij warm? Nee. Je hebt geen pijn, toch? Nee. Nee, dat is goed. Ik heb allemaal hard geluid, man. Ja, zie hem dat hij dichterbij komt, man. Dat is vuur. Je moet zeggen als het echt pijn gaat doen, dan is het goed. Dat hoor je ook wel. Ja, dan hoor je hem wel. Maar het begint wel te branden, Hans. Kan niet, joh. Je mag dit echt met je hoofd af. Sigaret loopt dan toch veel te op. Ja, ja, mijn zwager kwam binnen en ja, die is altijd wel overal voor in. En die laat zich ook wel gebruiken en zo. Ook door de buurman. Maar die, ja, die kreeg zo'n ding in zijn oren. Dat hielp dan het, zo'n kaarsje of zo. En dan komt dat vuil uit je oor. Dat oorsmeer komt dan naar boven door de hitte. Maar bij hem kwam zijn laatste stukje hersenen eruit. Ja. Is het genoeg zo? Pas op. Daar heb ik een plastic op mijn ding. Bah. Nou, laat eens kijken. Oké, okay. Ga je wel goed erin zitten? Ja, jij hebt hem erin gedrukt. Nee, met Denise. Die doet altijd maar alles half wat erin. Wat moet ik doen? De achterkantje afhalen. Pakken. Kijk, ja, nou, kijk wat erin zit. Ik denk helemaal niks. Kan niet. Kijk, nu knijpt ze alles uit in de vingers te vies. Kan niet, hallo. Nou, jongen, het is niet vies, maar dan volgens mij. Er zit niks in, hè? Oh, wat een goed ding. Oh, kijk, ze zit vol. Er zit niks in, man. Zie dan. Schaar. Nee, dat is geen horse meer. Ik ga het verder niet meer. Ik ga het schaar krijgen. Denk het wel, hè? Zit het echt vol? Volgens mij niet, hè? Heb ze verkeerd gedaan, hè? Ik zei het al. Ze doet altijd dingen verkeerd erin. Maar het werkte niet. Maar ik deed wel alsof, maar nee, het werkte niet. Ik dacht, het wel een leuke behandeling als het werkt. En mensen moeten even wachten. Doen ze even een kaars in het oor. Maar het is eigenlijk helemaal 3 keer niks. Ik heb hem doorgeknipt, Wim. Wim! Nou, kijk. Je hebt me nou voor de gein, want je hebt die rotzooi in getrouwd. Kijk eens. Dat is niet van mij. Nee, echt wel. Kijk, kijk. Hou eens op. Oh, wat vies. Dat is echt van jou. Je hebt de rotzooi in gedrukt. Zie? Ik wou net zeggen, viesje. Wat heb je erin gedaan? Nee, dat is niet van mij. Ik heb het gewoon verre van het priemetje. Zie? Zij, er zat er niks in, hè? Er zat niks in. Zie? Je hebt goed met wat gesteld. Ik heb goed. Mijn oren, ik heb verzorgd. Ja, je oren zijn schoon. Ja, echt. Anders zat er wel wat in. Ik ben gewoon een hele schone jongen. Schone jongen, schone. Heel schoon.
Nino! Ja, loop zelf even naar boven. Met mijn familie en zo. En, ja, we zijn nu dus verhuisd naar boerderij en zo. Dus we hebben lekker ruimte en geen buren. Dus nu kunnen we gewoon naakt ook zeg maar de hond uitlaten in de tuin en zo. En, maar ik vind het gewoon heerlijk als ik s'avonds thuis ben, dan gewoon lekker gezamenlijk eten met de familie. En dan ja, pizza bestellen. En dat duurt 3 uur, want we zijn echt ver van de bewoonde wereld zijn we af, zeg maar. Dan moet je pizza met 3 uur van tevoren bestellen voordat je dat ja, hier binnen krijgt. Maar het is wel geweldig, gewoon lekker genieten met mijn familie. Dat is het mooiste wat er is. Hey, het ziet er ook hartstikke goor uit. Nee, dat vind ik niet lekker. Dat is geen Italiaans, dat is niet Italiaans. Mama, waarom krijg ik een pimpas? Ik heb geen spinazie. Oh. Mama. Dat vind ik niet lekker. Waarom krijg ik een pimpas? Een pimpas? Ja. Pampers. Ja, man. Heb jij geld voor jullie, Jan? Ja, om lief te doen. Wauw. Dan sta je te bent rood. Rocky wel, hè? Heb je ook een pinpas? Nee. Niet? Ik ben lief. Jij bent heel lief. Ja, en jij dan niet? Heb jij een pinpas? Nee. Nog niet. Niet? Ik ben de enige. Je gaat niet meer zo laten voortkrijgen. Nee, ik kan echt niet, maar dat wil ik niet meer hebben hoor. Middels. Hoe laat moet je slapen? Vier uur. Kan niet. Ja, maar ik ging zo goed. Kijk die ogen heen. Nooit meer. Echt 4 uur? Nee, niet liegen. 3 uur. Kan niet. Hoe laat heb je uitgeslapen? 2. Ja, oh, ja, ja. Half 2 beetje wakker? Ja. Is dat niet normaal? Ja, we willen nog verder slapen, maar ik dacht nee, dan ga ik niet aan slapen. Jij ligt gewoon s'nachts. Eén stiekem een hoop geven, hè? En s'avonds. Alleen bossen. En overdag een slaapje. Dat is een soort mol. Wie is de mol? Kijk maar. En nu zit de bikkert, kijk maar daar. Wie is de bikkert? Wie is de mol? Hola. Andy! Oh, hij duikt gelijk zijn bed in. Het is echt een mogol.